heb het omschreven als 3FM is een beetje een makelaar in misery geworden. Bezorgde zender met een format wat niet echt te duiden valt. Alle kanten op schoot. Makers die niet als een team dat station droegen. Mijn strategie was van laten we inderdaad gewoon een aantal waarden belangrijker maken binnen het station. Sowieso muziek veel belangrijker maken in het merk. Muziek kreeg er een beetje bij. Er werd heel veel geluld en de muziek was een beetje bijzaak. Maar vooral ook weer de positiviteit en het plezier in radio maken centraal stellen. Mensen luisteren toch radio omdat ze vaak verstrooiing willen. Je zit aan het einde van je dag, je zit in de auto, wil je gewoon even, hè? Dat. Ik denk dat het bijna een algemene radiowet is die voor iedere zender geldt. En, maar ook wel weer een soort avontuur proberen terug te brengen vanuit die positiviteit. Dus de rol die wij hebben vanuit 3FM is verschrikkelijk belangrijk in het muzieklandschap. Jonge artiesten, bandjes, die vinden vaak hun weg bij 3 voor 12. Zijpelt langzaam zeker door naar de rest van de programmering. En als je goed programmeert, als je heel bewust daarmee omgaat, kun je echt dat soort bandjes en artiesten verder brengen. Dat zat niet lekker in het format. Dat zat niet goed in het merk verankerd. Dus dat soort dingen ben ik gewoon belangrijker gaan maken. En daar is de strategie omheen gebouwd. Ja. Ja. En kon je, omdat je bent hier tenslotte voor aangenomen, ook zeggen, dan wil ik ook carte blanche hebben om voor elk timeslot een heel nieuw voorstel neer te leggen. Met een andere naam te komen als ik dat zou willen. Had je die ruimte en die speel? De keuze om de programmering rood te omlijnen, zeg maar. Alles de discussie, die heb ik gewoon met de NPO besproken. Van ja, in mijn ogen is het toch een nieuw deal eigenlijk. Hè? De beste manier, ook in het bestel waarin we zitten. En ook omdat de zender had al een aantal jaren gehad dat er een aantal programma's ter discussie stonden met heel veel onrust van dien. En ik dacht zo van ja, we kunnen dan beter met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Hoe onzeker dan ook. Maar dan wel gewoon in één keer weer even goed die kaarten schudden en leggen. Dan dat we weer een beetje gaan lopen pappen en nat houden en een beetje morren daar en een beetje morren daar.